Versnelling, maar dan ook echt versnelling, alles bij elkaar. Versneld, maar ja, vertraagd is eigenlijk ook versnelling. Let maar eens op. Eerst eventjes van, ja, wat is nou versnelling? Een voorbeeldje. Dat is pas een snelheid en hij versnelt. Versnelling is een snelheidsverandering en hij begon met stilstand en hij kwam zelfs boven de 280 km per uur. Versnelling is hoe groot is de snelheidstoename in 1 seconde. We kunnen het dan een keer bekijken. Ja, en we kijken eventjes hoe lang hij erover doet om van 20 km per uur naar 260 km per uur te gaan. Oké. Nou, de beginsnelheid van hem is dus die 20 km per uur. En we klokken af bij 260 km per uur. We klokken en ik kwam tenminste op 21 seconden. Misschien dat je er een seconde meer of minder. Maar we gaan hier uit van 21 seconden. We kijken naar de snelheidsverandering. Dus dat is 240 km per uur. Maar kilometer per uur en de tijd is in secondes. Dus ik wil het graag hebben in meters per seconde. En 240 km per uur is omgerekend 67 meter per seconde. Immers, delen door 3,6 van kilometer per uur naar meter per seconde. Toename is dus 67 meter per seconde. En gevraagd wordt, wat is nu toename in 1 seconde? Niet zo moeilijk. Delen door 21 en dus is de toename 3,2 meter per seconde. En dat noemen wij versnelling, 3,2 meter per seconde eigenlijk, hè? Want het is een snelheidsverandering per seconde. En versnelling, het symbool is de A van acceleration, alweer iets Engels. Formule is snelheid gedeeld tijd, en dat heb ik hier dus ook gedaan. Hè? 67 meter per seconde gedeeld door 21 secondes. En wat is de eenheid? Nou, als je naar de formule kijkt, dan moet dus de eenheid van versnelling zijn de eenheid van snelheid gedeeld door de eenheid van tijd. Dus meter per seconde en dan nog eens een keer per seconde. Dus je doet eigenlijk 2 keer per seconde. En vandaar dat de eenheid van versnelling is meter per seconde in het kwadraat. En je kunt het natuurlijk ook schrijven als meter maal seconde tot de macht min 2. En dus als je meter per seconde kon schrijven als meter maal seconde tot de macht min 1. Let even op die snelheidsverandering die ik hier heb berekend. Dat is eigenlijk de gemiddelde. Hè? Want in het begin ging je heel snel met de snelheid vooruit. En op het eind ging je iets minder snel. Althans, de snelheidsverandering was wat minder snel. Als de versnelling constant is, dat noemen we een eenparig versnelde beweging. En net zoals met een eenparige beweging was de snelheid constant. Met een eenparig versnelde beweging is de versnelling constant. En even een klein voorbeeldje. Stel je voor een auto, hè, die heeft een versnelling van 2 meter per seconde kwadraat. Let op, hè, seconde kwadraat. Hoe ziet het VT-diagram eruit als je van 0 tot 8 seconden gaat? Hey,
zie ik daar een stipje. Wat heeft dat mee te maken? Oh, ja, natuurlijk. Kijk, het VT-diagram bij t is 0, is de snelheid natuurlijk 0. Dus dit was het eerste meetpunt al. Dan, iedere seconde neemt de snelheid met 2 meter per seconde toe. Oftewel, na 1 seconde ja, ga je dus 2 stapjes omhoog. Weer een seconde verder, weer 2 stapjes omhoog. En zo gaat het natuurlijk iedere keer door. Iedere keer 1 rechts, 2 omhoog, etcetera, etcetera. Kijk, dan gaat het allemaal weer. Wat mooi dat allemaal zo prettig gaat zonder al te veel moeite. En je kunt er ook nog een mooie rechte lijn doorheen trekken. En daar krijg je het VT-diagram van. Een eenparige snelle beweging is een rechte lijn. Wat is de versnelling? Versnelling, daar staat hij weer, is delta v gedeeld door delta t. Snelheidsverandering gedeeld door tijdsverandering. Als je dat in het VT-diagram bekijkt, dan kun je weer zo'n driehoekje ervan maken. Waarbij de ene zijde delta v is en de andere zijde is delta t. En dus is versnelling gelijk aan, als je die op elkaar deelt, de richtingscoëfficiënt of steilheid van het VT-diagram. En dat hebben we al een keer eerder gehad, namelijk de steilheid van een XT-diagram. Ja, dus je hebt een steilheid van het VT-diagram, dat is een versnelling. En de steilheid van het XT-diagram, dat was precies de snelheid. Ja, dus zitten er redelijk overeenkomsten tussen. Dit is een VT-diagram en dat loopt niet omhoog, maar naar beneden toe. Wat betekent dat nou weer? Kijk eventjes. Het is een, het is een afnameversnelheid. En dan heb je dus niet een versnelling, maar je hebt een vertraging. De snelheid wordt kleiner. Natuurlijk geldt nog steeds de formule. A is delta v gedeeld door delta t. En delta v is hier eind min begin. En dan krijg ik dus een negatieve delta v. Tijd is altijd positief. Dus dat blijft gewoon 8. Als je dat invult en berekent, dan krijg ik dus dat a gelijk is aan min 2 meter per seconde kwadraat. En als de versnelling negatief is, dan bedoelen we dus een vertraging. Ja, de vertraging is in feite ook een versnelling, maar dan negatief. Kijk, dit is een mooi VT-diagram. Nou ja, mooi. We zien van niet een rechte lijn, niet zo saai. Wat kun je nu zeggen over versnelling van deze beweging? Nou, we weten dat de versnelling is de steilheid. En als je deze bekijkt, dan zie je dus dat in het begin de steilheid best meevalt. Dus in het begin is de versnelling blijkbaar niet zo groot. En daar is de steilheid ontzettend groot. Sterker nog, volgens mij is er niet een steiler stukje te vinden. Dus daar is de versnelling ook maximaal. Even kijken hoor. Ah, kijk, daar bovenop, daar is je horizontaal. Dus daar is de versnelling 0. En aan die kant, dan loop je juist weer naar beneden toe. Oftewel, daar is de versnelling kleiner dan 0. Oftewel, daar vertraagt hij. Nou, en zo gaat hij dus mooi het hele stukje langs. Oké, nu. Wat is de versnelling op 4 seconden. We hebben hier weer dat stappenplan wat we eerder hebben gehad, namelijk stap 1. Een raaklijn tekenen in het punt T is 4. Dat is deze. Stap 2 is een driehoekje van maken. Dat is dit. Stap 3 is delta V en delta T aflezen. Nou, dat kun je ook doen. Delta V en delta T. En tenslotte stap 4. Bereken een versnelling met, daar heb je de formule weer. Ja, en dan kun je dus 16, nou daar staat hij al, hè, 2,3 meter per seconde in het kwadraat. Nou, ook dit heb je eerder gehad. Eindelijk was het een XT-diagram. Deed je raaklijn en dan kon je de snelheid op een bepaald tijdstip berekenen. En hier doe je dus precies hetzelfde mee, alleen dan met de versnelling. Goed, we gaan weer eventjes verder met een voorbeeldje. Ja. Dezelfde auto weer zie ik, dezelfde versnelling, maar nu wordt niet de snelheid, maar de verplaatsing gevraagd. Verplaatsing.
doen eventjes, ja, kijk, normaal zou ik zeggen, snel een keer tijd, maar dat mag je niet. Hè? Want ik heb hier niet een constante snelheid. Dus ja, welke snelheid zou ik hier eigenlijk moeten invullen? Je kunt het natuurlijk, kun je het oplossen. En we doen het op twee manieren. Manier 1 doen we met het VT-diagram. En manier 2 met de gemiddelde snelheid. Vooruit. Eerst met het VT-diagram. Nou, het VT-diagram staat er al, die hadden we natuurlijk al. Maar hoe haal je nou uit het VT-diagram de verplaatsing? Dan gaan we eerst even kijken naar iets eenvoudigers. Ja, het lijkt bijna hetzelfde, maar deze auto heeft een constante snelheid en geen constante versnelling. Dat is een subtiel verschil. Hoe ziet het VT-diagram van deze beweging eruit? Een constante snelheid van 2 meter per seconde. Nou, hebben we eerder gehad, dat is een horizontale rechte lijn. Ja, omdat de snelheid blijft altijd constant. Nou, en er geldt natuurlijk steeds V is delta X gedeeld delta T, waarbij dus hier delta V constant is. Oftewel, delta X kan ik berekenen nu wel met V. Ja, kijk eens aan. V is in het diagram dit. Maal delta T. En delta T is dit. Maar V keer delta T, dat is dus dan het oppervlak. Oftewel, het oppervlak onder het VT-diagram is de verplaatsing. Het mooie is, dit geldt ook bij allerlei andere soorten bewegingen. Altijd het oppervlak er ondernemen. En dus kan ik het ook gebruiken met mijn versnelde beweging. Ja, want dan kan ik dus gewoon puur gebruik maken van het oppervlak eronder. Onthoud het. Ja, dus hier doe ik het oppervlak eronder. En het oppervlak hier is een driehoek. Dus, wat is het oppervlak van een driehoek? Ah, daar staat het al. Halve basis keer hoogte. Basis is tijd, is 8, hoogte is de snelheid, is 16, oftewel mijn oppervlak is 64 meter en dus is mijn afgelegde afstand ook 64 meter. En notatie staat er al, hè, x plaats na 8 seconden als je in ieder geval bij 0 begint is 64 meter. Manier 2, beloofd is beloofd en dat doen we met de gemiddelde snelheid. Nou, je had een beginsnelheid van 0. Eindsnelheid 16 meter per seconde. En dat betekent dat de gemiddelde snelheid is begin plus eind gedeeld 2 is 8 meter per seconde. En V gemiddeld is altijd delta X gedeeld delta T. Dus delta X is V gemiddeld keer delta T. Dus ik maak toch wel een beetje gebruik van X is V keer T. En gelukkig, er komt hetzelfde uit als bij manier 1. En 1. Adertjongras, die V gemiddeld, om dat te berekenen op deze manier, mag je alleen maar doen bij een eenparig versnelde of eventueel vertraagde beweging. En die versnelling moet constant zijn, anders dan lukt het niet. Wat nu als je weer zo'n mooie vloeiende lijn hebt? Ja, vloeiend is mooi, maar om te berekenen wordt het een beetje vervelend. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door hokjes te tellen. Lijkt een beetje vervelend, maar het valt best mee. Ja, als je van links naar rechts gaat, dan ga je dus eerst bij de eerste kolom. Dat is ongeveer 6. Kijk, dat tel ik gewoon zo van 1, 2, 3, 4, 5. Met dat stukje erbij. Hè. En die 2 is ook eentje, dus is samen 6. Nou, hier is het 10 als je bij elkaar alles optelt. Dan de volgende is 12,5. Daarna heb je 12, etcetera, etcetera, etcetera. Ja, iedere keer ga je het een beetje optellen. En let op, het is een beetje, kijk, bijvoorbeeld hier. En zeg ik van, god, dat is 3,5, dus 1, 2, 3. En ik zeg van, nou, dat stukje zo is ongeveer een half. Het is natuurlijk weer niet super nauwkeurig, maar ik kan ermee door. Alles bij elkaar opgeteld, kom je op 80,5 hokje, of hokjes. En dus is de afgelegde weg 80,5 meter, want als je eens een hokje bekijkt, eens een hokje is 1 seconde en 1 meter per seconde, dus is de afgelegde weg 1 meter. Belangrijk, afgelegde weg bij het VT-diagram is het oppervlak onder het VT-diagram. Goed onthouden, want het komt toch wel regelmatig voor. Eventjes
het spul op een rijtje. Als je een XT-diagram hebt, wat kun je daaruit halen? De helling daarvan is gelijk aan de snelheid. De snelheid, ja, dat is dus een VT-diagram. En bij het VT-diagram kun je halen ook weer de helling en dat is gelijk aan de versnelling. Maar het VT-diagram heeft dus nog een andere eigenschap, namelijk het oppervlak eronder is gelijk aan de verplaatsing. Oftewel, de snelheid die zegt ook iets over wat ervoor staat, namelijk de verplaatsing. Dat kun je nog verder doen. Ik pak het VT-diagram weer eventjes met dat de helling gelijk is aan de versnelling. En let op, bij de XT, kijk, XT, snelheid, ging ik een VT-diagram van maken. Dat kan ik natuurlijk ook hier doen. Ik heb VT-diagram versnelling. En dus kun je zeggen van, een AT-diagram. En dan kun je dus ook met AT-diagram, net zoals met de versnelling, ja, wat is de oppervlak onder het AT-diagram? Nou, kijk bij het VT-diagram. Het oppervlak is gelijk aan wat er boven staat. Dus ook hier, wat is het oppervlak onder het AT-diagram? Dat is gelijk aan, precies, ook wat er boven staat, aan de snelheidsverandering. En dat is het hele eier eten. Kijk hier eventjes het XT-diagram. Ja, oppervlak daarvan doet niet mee. Het AT-diagram doet de helling niet mee. Het VT-diagram heeft voor beiden een betekenis. En vergeet niet, ja, vooral deze drie, die zullen het meest tegenkomen. Ja, oppervlak onder het AT-diagram minder. Zo, nou, dat was weer. Maar snel weer. Precies, ik bedoel, snel weer.